teruggebracht. En gelukkig daarbij hoort zeker Ben van den Burg. Gisteren op de 1500 meter een mooie vierde plaats in 1.55.90. En vandaag stond hij dus klaar voor een 5000 meter. Een 5000 meter die ook door Van den Burg goed werd gereden. Hij finishte uiteindelijk in de derde tijd op die afstand in een mooie 6.55.47. En Ben van den Burg, sterk gestart in dit seizoen, heeft de vorm tot en met vandaag weten te handhaven. Prachtige omstandigheden in Davos, lekker ook voor het publiek, lekker ook voor Bart Veldkamp, die gisteren op de 1500 meter rustig had gereden met de zevende plaats in 1.56.67, maar met de handjes op de rug fluitend over de finish kwam van de 5 kilometer vandaag in een nieuwe persoonlijke recordtijd van 6.54.77, de tweede tijd van de dag. Maar de grote man in Davos was deze Noor, Johan Olaf Kos. Gisteren oppermachtig op de 1500 meter. Hij won in 1.54.79 en ook vandaag fantastisch in vorm. Hatschief, de Oostenrijker, deed het rustig aan. Schijnt zich helemaal te prepareren op het wereldkampioenschap in zijn eigen Innsbruck. Gustafsson is volledig uit vorm, doet ook niet mee aan het EK. En de Russen waren niet aanwezig in Davos. Nee, de grote man was deze Kos. Want deze tijd op de 5 kilometer in een nieuw baanrecord van 6.51.38... bestempelt hem tot de te kloppen man volgende week in Heerenveen.